U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een prachtige lentedag is het met hoge temperaturen. In het zuiden van het land lokaal zelfs rond 25 graden. In het noorden van het land blijft de temperatuur wel achter, met name op de Wadden. En dat komt omdat er koud zeewater voorhanden is en dan lopen de temperaturen gewoon niet zo ver op. Verschillen zijn soms meer dan 10 graden, die 25 tegen de 15 op de Wadden-eilanden. Maar overal hebben we de zon. Nederland... Geen bewolking te zien. Ja, er trekken wat, la, wat hoge wolkensluiers over. Maar verder stelt dat allemaal heel weinig voor. En voor het weer wat er aankomt, moeten we kijken naar deze wolkenband. Die wolkenband die komt geleidelijk dichterbij. In de avond al over het noorden, uitbreidend naar het midden en later ook naar het zuiden van het land. Het is niet alleen maar bewolking, want er zitten ook wel wat opklaringen tussen. Het wolkendek is niet helemaal gesloten en de kans op neerslag is niet zo heel erg groot. Goed, eerst de avond, dan zien we in het noorden. De bewolking langzaamaan wat toenemen. In het zuiden en midden blijft het gewoon helder en het blijft ook lang zacht, met pas laat in de avond. Temperatuur in het zuiden onder de 20 graden. Wind begint te draaien, wordt westelijk en vannacht noordelijk en dan beginnen de wolken zich uit te breiden. In het zuiden blijft het nog helder, koelt af naar 5 tot 8 graden. Dan morgen eerst in het zuiden nog wat zon, dan dat gemengde beeld met vrij veel wolkenvelden, soms een beetje zon tussendoor en grote temperatuurverschillen nog steeds. In het noorden van het land een graad of 12, in het zuidoosten zou het nog net 20 graden kunnen worden en daar neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe, laat in de middag of in de avond, misschien zelfs met onweer. En dan de dagen die volgen. Het blijft rustig weer. We houden een noordelijke wind en daardoor zijn de temperaturen niet al te hoog. 10 tot 15 graden ruw weg. Maar de zon schijnt flink, het blijft droog. In het weekende worden de nachten frisser, met kans op vorst aan de grond. En dan de dagen die volgen. Het blijft uh, rustig weer. En we houden nog steeds die zaagtand in het weerbeeld. Grote verschillen tussen nacht- en dagtemperaturen. En dat kan eigenlijk alleen als er brede opklaringen zijn. En dat betekent overdag flinke zonnige perioden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.